nummer 1 is absoluut Earl Grey. Earl Grey, ik functioneer niet 's morgens zonder dat er op zijn minst een 1 à 2 koppen Earl Grey ingaan. Earl Grey is vaak een redelijk krachtige thee met de essence van bergamot. Heel citrus, heel fris. Ik ben van nature een nachtmens. Ik heb jarenlang in cocktailbars en restaurants gewerkt. Mijn leven speelde zich altijd 's nachts af. Op het moment dat moment van ontwaken, dat wil nog wel eens een zware zijn. Dan zonder dat kopje thee functioneer ik niet. Dus ik moet absoluut Earl Grey daar op één zetten. Ik vind, om even over een combinatie te praten. Sommige mensen doen een scheutje melk in de thee. Anderen een beetje suiker of een beetje honing. Ik vind mijn groene thee met jasmijn heel lekker. Met een klein beetje sinaasappelsiroop, grapefruit bitters en een Don Julio tequila. Die drie bij elkaar gestuurd over ijs, er komt een waanzinnig mooi drankje uit. Is even heel anders dan de gewone normale thee natuurlijk. Maar dat vind ik ook absoluut echt een topper. En als laatste denk ik witte thee. Witte thee is een speciaal soort thee. Wordt alleen gemaakt van het puntje van ja, de theestruik, de theetak zeg maar. Er zitten allemaal blaadjes aan. Nou, de bovenste twee blaadjes die worden geplukt. En daar wordt zeg maar de overige thee van gemaakt. Maar van de top, dat noemen ze een zilvertip, daar wordt witte thee van gemaakt. Dat wordt alleen zongedroogd, handgeplukt. En daar krijg je een hele mooie, lichte, subtiele thee van. Die buiten het feit dat die ook nog heel erg lekker is. Is het super gezond voor je. En het is een perfecte palate cleanser. Dus tussen gerechten door, een klein slokje van die witte thee. Zet je hele palet weer op nul en je bent helemaal klaar voor de volgende gang.